Kortrijk Expo is in 2011 in feite elke beurs of manifestatie die hier is doorgegaan een hoogtepunt geweest. Bij elke beurs brengen wij vraag en aanbod samen en dan is dat telkens toch een stukje het feest van de sector. Dat geldt zowel voor nieuwe manifestaties die we soms met enorm veel passie en doorgedrevenheid moeten proberen in de markt te krijgen, die hun plaats moeten veroveren. Maar anderzijds is het zeker ook een hoogtepunt wanneer mature beursconcepten, sterke beurzen er toch in slagen om telkens opnieuw zich weer te bevestigen. Van een andere orde, maar toch zeker ook gerelateerd aan onze onderneming, is het feit dat wij in 2011 5 expo-baby's mochten verwelkomen, waarvan 3 dan nog eens geboren zijn in één en dezelfde week. Dus voor een onderneming met iets minder dan 50 werknemers is dat toch wel een uitzonderlijk gegeven. 2012 kondigt zich economisch toch wel moeilijk aan, sombere vooruitzichten toch. Maar wij hopen ook in Kortrijk Expo in een economisch moeilijk jaar net die creativiteit en innovatie aan de dag te leggen die ons sterke producten oplevert. Ik wens alle kijkers een super 2012 met bijzonder veel geluk en ook veel creativiteit. Ideeën die wij in Kortrijk Expo met veel plezier kunnen onthalen. Was 2011 ook voor jou speciaal en bijzonder en wil je dit aan onze kijkers laten weten? Kom dan naar de Grote Markt in Kortrijk. Onze camera staat klaar voor jouw wensen, voornemens of groeten.